er iemand binnenkomt die ontzettend ziek is. En daar heb je echt alle hands aan dek nodig. En als je dan met een stuk of 5 collega's dat kan doen, zonder bijna een woord te zeggen, omdat je gewoon weet wat je aan elkaar hebt en elkaar vertrouwt. Ja, dat is heel gaaf. En dat je dan iemand binnen no time op de rit hebt, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Mijn naam is Rosalien Duppen en ik ben in 2012 afgestudeerd aan in Holland de HBO verpleegkunde. En nu ben ik intensive care verpleegkundige in het OVG Oost. Het is heel leuk als je een lichaam gaat begrijpen en weet waarom dingen in een lichaam werken zoals ze werken. En dat je ziet hoe ontzettende onzin Grey's Anatomy is en ER. En dat je denkt, zo gaat het echt niet. Je hebt en die hele zieke opname, maar je hebt ook de mensen die beter worden. Mensen die een heel zwaar revalidatietraject nog te gaan hebben. Maar ook het doodgaan op de intensive care is wat het vak ook wel mooi maakt. Ik weet dat ik een begeleider had en toen had ik mijn eerste reanimatiesetting gehad. En dat was een hele rommelige setting. Ik weet dat ik daar heel erg van geschrokken was en dat ik toen met mijn begeleider daarover sprak. En die zei van, joh, voor alles is een eerste keer. En in die eerste keer bedenk je wat je van dingen vindt. En wat het voor jou betekent dat je iemand aan het reanimeren bent of dat die overlijdt. En de keer daarop hoef je dat niet nog een keer voor jezelf te bepalen. Je weet hoe je erover denkt en je weet hoe je er tegenover staat. Dus dat hoef je niet iedere keer te herhalen. En dat maakt dat maakt je niet afgestompt, maar wel gewapend.